ben maar heel even buiten geweest. Maar ik zit gelijk echt. Ik heb een pakketje binnengekregen. Alleen de grootste van de doos gaat hier wel. En we gaan nu naar de asfalt. Ik heb hier jas van hier. Het was een flinke uitdaging. Goedemorgen, het is dinsdag en we zijn er buiten. We gaan naar school. Sarah het schoolwerk ophalen. Dat kon gisteren pas einde van de middag, maar ja, dat redden wij niet. Al veranderden de plannen. En ik ben aan het lopen en Sarah is op de fiets. Echt schattig. Elke keer mag ze tot een punt waar ik zeg en daar moet ze wachten tot ik er weer ben. En zo komen we vanzelf op school. Sarah gelijk weer aan haar schoolwerk. Oh, mag ik even filmen? Ik ben maar heel even buiten geweest, maar ik zit gelijk echt helemaal vol. Lang leven hooikoorts. En ik had op mijn meter gekeken en de pollen zijn ook echt off the chart vandaag. Maar dat trekt zo wel weer weg. Zo stom, ik wil zo graag buiten zijn elke keer. En dan kan ik naar buiten. En dan is mijn hooikoorts zo erg. Ja, lang leven de pollen. En nu ga ik even lekker noedels lunchen. Ik heb een pakketje binnengekregen. Alleen de grootste van de doos gaat hier wel. Maar goed, ik ben hier echt helemaal blij mee. Ik heb mijn nieuwe Max Pro Twist. En ik heb deze al, maar dan de 19 mm en dit is de 25 mm. Dus deze is 6 mm dikker. Het klinkt echt weinig, terwijl het echt wel een heel groot verschil is. En kijk, deze is dus zo en die ander is dus maar, dat zie je zo niet, ja, zo. Maar daar krijg je dus een hele andere krul mee. En je hebt hem ook wel met verschillende opzetstukken, maar ik heb in het verleden ook wel eens tanden gehad met verschillende opzetstukken. En die vind ik altijd minder fijn. Op een of andere manier vind ik de kwaliteit eruit gaan. Er zit ook een handschoentje bij, al moet ik zeggen dat ik die nooit gebruik. Misschien zou ik dat moeten doen, anders had het ook niet helemaal mijn schuld. Dit is goed, een klein boekje. Dus ik ben er heel blij mee. Alleen heb ik niet de tijd om vandaag naar haar te krullen. Dat is wel jammer. Dus ik heb er gelijk wel zin in. Ik ga deze ook in de doos bewaren. Dus ik zet ze gewoon in de doos op een rijtje neer. Dus ik wil hem eigenlijk in alle maten hebben. Dan kan je echt elke keer een heel andere krul erin zetten. En ik vind deze tangen echt fantastisch. Sarah is hier thuis, die heeft net buiten gespeeld met Mila. Ja. En we gaan nu naar de asfalt. Ik heb hier jas van Mila. Oké. Okay. Dus dan ga ik hem nu naartoe brengen. Het is echt wel lekker weer. Kun je gordel op bijna? Sarah, niet je pop in je... Oh nee, dat zit erin. Je kan nooit je pop in je gordel natuurlijk meenemen. Dat is niet zo handig. Je weet het. En de koekjes van vandaag. Zo, en ik ben weer bij oma geweest. En zoals je denkt, ik zie je gezicht niet goed. Dus kan ik anders heel veel last van de zon heb. Want de zon schijnt nu heel erg, zie je het? Ja, hij is heel fel. Ja, net dat je het goed ziet. Maar het is wel echt heel erg voor mij. Oeh. En dan moet je vorige week wel last gehad van hebben hoor. Want het is heel erg. Zo. Oh, ik heb gelijk, het was net weg die hooikoorts. Ik kom weer buiten en we gaan weer. Ja. Hooikoorts, nergens voor pollen. Helemaal in het hand. En ik wil jullie wat leuks vertellen trouwens. Nou, we hebben lekker geiten en ik heb gespeeld met Mila. En zoals je hoort, iets met belletjes. Ik heb iets superleuks gekregen van Mila. Dit is het wat ik heb gekregen. Hele leuke naam. En dan heb ik ook nog allemaal leuke dingen. Dit zijn twee balletjes. En hier ook nog aan deze kant. Ze heeft het precies mooi gemaakt voor mij. Ze heeft er ook nog meerdere voor haar vriendin. Dus dat is helemaal top. Nou, oh, huh? Oh, even poetsen. Zo, nu vinden jullie me weer beter. Weer minder goed. Even goed doen. Zo.
Nou, nu moet ze hier wel. Maar ik luister dus meisje Jamila. Super lekker. Leuk. Dat vinden mama en ik allebei leuk. En we hebben ook ons lievelingsliedje. Zo, nou, ik moet me natuurlijk wel gaan klaarmaken als ik naar bed ga wil. Dus even een computer erbij pakken. Zo, op middel om mijn tanden staat te pakken. Ja, ik heb een beetje last van mijn been. En dat ziet me niet goed. Maar zo wel. Zo. Het was een flinke uitdaging om Sarah op bed te krijgen. Daar heb ik ruim een uur over gedaan. Om het zacht uit te drukken. En nu heb ik echt trek in een bak thee. En ik ga echt editen tot ik helemaal bij ben. En de picknick komt nog. Dus ik ga flink aan de bak. Want ik ben het zat dat ik overal mee achterloop. Jullie gaan huis ook achter. Want als mama uitvalt, ligt altijd alles achter. Echt top. Dus ja. Anderhalf vlog gedaan. Eén staat erin. En ik heb heel veel boodschappen. Ik heb echt heel hard gewerkt. En ik ben helemaal klaar met editen. Ik heb ondertussen ook nog wat gegeten. En tussendoor heel klein beetje tv gekeken. Want af en toe was hij aan het rennen en kon ik even niet verder. De vaatwas is net klaar, maar die ga ik niet nu uitruimen. Want ik ga lekker naar bed. En daar ben ik ook echt aan toe. Dus ik wil je bedanken voor het kijken. Vergeet niet een duimpje en een leuke reactie achter te laten. En ben je niet geabonneerd, klik hieronder even op abonneren. Dan zie ik je morgen weer. Doei doei!